Bennett, nieuw hoofdstuk in jouw Dakar-carrière. Hoe gaat het eruit zien? Ja, hoe gaat het eruit zien? We hebben een nieuwe auto. We hebben hetzelfde materiaal als Janiel de Villiers en Yazid Al-Haji. Dus we hopen dat we in ieder geval met dit materiaal ons voorin kunnen gaan melden en blijven melden. Ja. Heb je dat, rijden jullie een beetje samen op of is het eigenlijk alleen het materiaal gemeenschappelijk? Nee, alleen het materiaal is gemeenschappelijk. Iedereen heeft gewoon voor zichzelf. En dat houdt in dat ik ook geen teamorders heb of krijg en de anderen ook niet. Dus ja. Nou ja, goed, ik heb in Marokko laten zien met alle rijders die er zeg maar in Dakar zijn dat ik bij de eerste vijf kan rijden. En ja, we hebben zelfs de laatste dag zijn we tweede geworden. Dus ja, daarna kijkende, plus het materiaal wat we hebben, hopelijk met een beetje meer geluk dan de afgelopen jaren. Ja, moeten we ons toch wel bij de top 5 kunnen melden. Ja, het geluk laat zich niet aandringen eigenlijk. Hè? Dat is, Nee, dat zie je hier al op zo'n preperloog. Ik bedoel, met alle respecten, eigenlijk iets wat helemaal niks met de Dakar te maken heeft qua klassering. Maar je hebt een lekke band op de een of andere onverklaarbare wijze. Ja, en dan word je tweede. Ik bedoel, dat kan een Dakar natuurlijk ook. Dus, maar ja, desalniettemin. Ja, hopen we dat we in ieder geval dubbeltje allemaal de goede kant op vallen, om even zo uit te drukken. En zowel in de klassering als in de techniek. Wat hoop je aan de finish te kunnen zeggen van nou, dit is gelukt, dit is uitgekomen deze mens? Nou ja, ik hoop dat ik op het podium kan finishen deze dag aan. Ja, dat is niet onwaarschijnlijk, hè? Je hebt wel wat laten zien. Nee, ja, daarom dus. En misschien moet ik er iets minder mee bezig zijn dat het dan uiteindelijk dat de goede kant op valt. Maar nou ja, we knokken er gewoon hard voor. We doen er veel voor, het team doet er veel voor. We testen uitgebreid en ja, we gaan kijken dat we dat nu waar kunnen maken. Ja, dat lopen. Ja. Veel succes. Dankjewel.